Hallo en welkom bij deze speciale kerstaflevering. En we zijn hier ook nog op een speciale locatie, zoals je misschien kan zien. We zijn hier bij Maarsen on Ice. Ik heb hier te gast Wim Ammelaar, Ammerlaan. En wij gaan het hebben over wat er allemaal rond kerst te doen is bij jullie in de Heilig Hartkerk. Nou, de start van de kerstactiviteiten is aankomende vrijdag. Jazeker. Ja? Ondanks het feit dat het pas volgende week vrijdag kerst is, begint deze week eigenlijk al de activiteiten rondom deze kerst. Ja. Aanstaande vrijdag is de standaard lichtjesavond, inmiddels traditionele lichtjesavond hier in Maarsen. Ja. Dan zijn er een fors aantal koren die op allerlei plekken in het dorp hun mooie kunsten ten gehore brengen. En ook in onze kerk. En zij sluiten af zo rond de klok van negenen in onze kerk met één groot mooi kerstkoor met mooie gezangen. En iedereen is daar meer dan van harte welkom. En ik kan het ook echt aanbevelen. En de lichtjes gaan dan ook door de kerk? Of hoe gaat dat precies? Nou, de lichtjesavond is bedoeld omdat in heel Maarsen er dan lichtjes branden. Er allerlei kraampjes zijn. Er van alles te doen is. Van alles te koop is. Koek en sopie. Maar vooral veel kerstsfeer. En ja, heel veel plezier met elkaar. Levend naar het mooie moment van de echte kerst. Oké, okay, en die zondag daarna is er ook al wat te doen bij jullie? Een concert? Ja, zeker. Op zondag 18... Nee, zeg ik dat goed? Ja, op 18 december, dan hebben de vrienden van het Heilig Hartkerk, die hebben een orkest georganiseerd. Dan zal Collegium Musicum Trajectum een optreden verzorgen. Dat zijn oud-USCO-leden en zij zullen werken van Johann Sebastian Bach tegen horen brengen. Oké. En daar kunnen mensen gewoon gratis naartoe? Of? Nee, er zijn nog kaarten beschikbaar. Okay. Het begint 's middags om 3:30. Er zijn nog kaarten beschikbaar en ik zou willen adviseren om te kijken naar de website www.vriendenheilighartkerk.nl, waarop je exact kan zien waar de verkooppunten zijn van deze kaarten. Oké, en daarna gaan dan de echte kerstvieringen beginnen? Dan gaat het beginnen. Dan gaan we los, om het zomaar te zeggen. Ja. Dan gaat het echt gebeuren. En ik vind het ontzettend leuk om te horen, om eigenlijk te kunnen vertellen dat op woensdag 21 september, dan starten wij met de pionier die op bezoek komt. Alle kinderen van de pionier die komen in 2 sessies in onze kerk en zullen daar hun eigen kerstviering houden met heel veel toneelspel, maar ook heel veel kerstliederen, maar ook gewoon stilstaan bij het moment. Bij het moment van het feit dat Jezus geboren wordt. Ja, en daarna is voor de peuters en kleuters ook nog een kerstviering? Jazeker, dat doen we dit jaar voor het eerst. We hebben al sinds een aantal jaren hebben een peuter- en kleuterviering. Dat is de laatste vrijdag van de maand. In dit geval is het niet de laatste vrijdag, maar de ene laatste. Maar op vrijdag 23 december, 's middags om 2:30, is bij de kerststal in de kerk, zal er een peuter- en kleuterviering zijn. Okay. Specifiek gericht op de kleinere kinderen, waarbij uiteraard ook ouders, maar ook de opa's en oma's, broertjes en zusjes, allemaal van harte welkom om rondom de kerstkribbe met elkaar het kerstfeest te vieren, ja, voor de kleintjes. En dan is natuurlijk echte kerstavond. Jullie beginnen met de herdertjesmis. Ja, de herdertjesmis is eigenlijk traditiegetrouw zou dat de ochtendmis op eerste kerstdag zijn. Maar iedereen kent de herdertjesmis als de mis voor alle jonge kinderen, voor de jongeren zelf. En echt gericht op het verhaal van de geboorte van Jezus Christus, maar dan specifiek voor de kinderen. Nou, dat is om 7:00 in onze Heilig Hartkerk, om 19:00. De kerk is open vanaf 18:00. Iedereen is meer dan van harte welkom. Er is plek genoeg. Er zijn voldoende middelen om het ook allemaal goed te zien. Er zal een groot scherm zijn. Er zullen camera-opnamen gemaakt worden. Zodat het allemaal goed zichtbaar is. Ook voor de kleintjes onder ons. Oké, en als het vol is, dan zorgen jullie gewoon dat er... Ja, vol is vol, dat zou je normaal zeggen. Ja. Maar we zijn uiteraard, zullen we geen kerk zijn als we niet zorgen. Dat ook voor, als de kerk vol zou zijn, dat we zorgen voor mooie plekjes. En dan kijken we gewoon naar de zijkant en is er altijd wel weer wat te vinden. Ja, en na de hertjesmis is de nachtmis. De nachtmis, ja, ja, s'avonds om 10:30. Om 10:30 dan zal er de hoogmis zijn, de echte kerstnachtviering. Met medewerking van 2 koren, maar liefst zowel het middenkoor in Mezzo als het jongerenkoor Arienza. Die hebben gezamenlijk een heel mooi repertoire voorbereid. En dan zal er een traditionele viering zijn die ik ook zeer kan aanbevelen. Oké. En dan natuurlijk nog op 26 december de gewone kerstviering. Ja, wat is gewoon? Ja. Dat is natuurlijk even de vraag. Op zondag, eerste kerstdag, ja, is natuurlijk de hoogmis. De hoogmis die zal worden begeleid door het gemengde koor. Is 's morgens om 10:00 en ik kan zeggen, dat is echt een aanrader. Ja. Ja. Voor diegene die het niet lukt om op de kerstavond te komen, dan is het zeker niet zo dat op eerste kerstdag dat het iets minder is. Integendeel, dan wordt het weer een hele mooie viering. Oké, en nou, dat zijn natuurlijk een heleboel activiteiten rond kerst. Hoe gaan de voorbereidingen hiervoor?
Ja, die zijn uiteraard in volle gang. Die starten trouwens altijd al zo'n beetje begin oktober. Dus het is nu, we gaan nu zo'n beetje richting de afronding qua voorbereiding. Maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk dit echt weer een jaar is waarbij je merkt dat alle vrijwilligers die daar enorm veel tijd en moeite in steken, dat die er ontzettend veel zin in hebben. Dat er heel veel plezier is, dat er heel veel beleving is, heel veel bezieling is. En wat dat betreft heb ik het volste vertrouwen dat we een hele mooie kerstperiode ja. Toe moeten gaan. Oké, hartstikke fijn. Hopelijk zien we u dan in ieder geval. Wilt u nou meer informatie, dan kunt u naar www.sintjandedoper-vechtervenen.nl.